Herman Schultz, dat is Strength.nl en welkom weer een nieuwe video. Ik ga jou vandaag vertellen hoe je je biceps twee keer zo hard kunt aanspreken. Of je nou een barbell bicep curl doet, een EZ bar, een dumbbell bicep curl. Maakt niet uit, we gaan de bicep curl voor jou aanpassen. En ervoor zorgen dat die biceps flink gaan groeien. Na de intro natuurlijk. Bicep curls die worden vaak op deze manier uitgevoerd. Of nog erger, op deze manier. Met de eerste variant die ik jullie liet zien, de barbell bicep curl, daar is niet zoveel mis mee. Dat is een prima bicep curl. De tweede variant, een andere variant, daar is best wat mis mee. Maar er zijn helaas nog steeds mensen, zeker mannen, die altijd op een maandag gaan bankdrukken, die het verschil tussen oefening 1 en 2 niet zien. Maar als wij naar oefening 1 kijken en wij doen die bicep curls met een barbell. Prima oefening, maar op het moment dat wij boven zijn, ontspant mijn bicep als het ware. Ik heb hier aan mijn hand 20 kilo. Dat gewicht gaat, die massa die gaat door mijn elleboog heen en die verdwijnt als het ware de lucht in. Pas op het moment dat mijn hefboom groter wordt, komt er genoeg druk in mijn hand en dus automatisch op mijn bicep, omdat ik een grotere hefboom krijg. Dus op dit moment is die 20 kilo echt 20 en op het moment dat ik hier ben is die 20 kilo bijna niets. Want dit kan je wel even volhouden en dit niet. Oftewel mijn spieren gebruiken, mijn bicep in dit geval, gebruikt op dit moment veel energie en op dit moment totaal niet. En natuurlijk is dat op te lossen door bijvoorbeeld bicep curls te gaan doen en ongeveer net boven borsthoogte te stoppen. Prima variant, maar een variant die ik fijn vind, zeker als mensen wat gevorderder zijn, is de variant die jullie nu gaan laten zien. Die laat ik nu in beeld zien. Dit noemen we een spider curl. Het wordt ook nog wel eens anders genoemd, maar geef het beestje een naampje. Zoals jullie zien leun je een stukje voorover, vlakke rug, hoofd in een goede positie. En op deze manier kunnen we dus, zeker als we de oefening afmaken, als de barbel bij mijn borst is, kunnen we vele malen meer spanning houden op de bicep. En dat, dames en heren, is een fantastische variant voor jouw bicep curl. En of je dit nou met een dumbbell doet of een EZ-bar of waar je het ook mee doet, prima. Zolang je maar niet bicep curls in het squat rack gaat doen, heb ik er helemaal niks op tegen. Als je nog meer van zulke soort video's wilt zien, neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, Totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.